Kurtjens BV draagt, met door hun zelf ontwikkelde waterreinigingsmachines en grondwasinstallaties een flink steentje bij aan het behoud en de bescherming van onze mooie en waardevolle natuur. Dit van oorsprong Essen bedrijf, met alle enthousiaste medewerkers, zorgt ervoor dat ons vuile water weer helder wordt en het verontreinigde zand weer de echte zandkleur krijgt. Kurtjens BV uit Hedel staat voor kwaliteit en garantie. Goedenavond, beste kijkers van Loes en Bostion. U kunt nu weer gaan kijken naar een uitzending van Loes Essen TV met onderwerpen uit Essen en de andere dorpen van de gemeente Haren. We beginnen deze uitzending weer met een nieuwe aflevering van het Regio Nieuws. Alle berichten en agendapunten van dit programma kunt u teruglezen op de website www.haren.info. Speelgoedbeurs 2012. Ook dit jaar wordt er in Essen weer een speelgoedbeurs georganiseerd. Het is altijd een mooie gelegenheid zo net voor de feestdagen alvast wat in te slaan. Prima tweedehands speelgoed wordt tegen een lage prijs aangeboden. Dit jaar vindt de beurs plaats op maandag 29 oktober. Het begint om 7 uur 's avonds en duurt tot ongeveer 9 uur. De entree is gratis in de zaal Ons Café Leunendijk de S. Meer informatie speelgoedbeurs@gmail.com. Nu weer toe aan de agenda voor de komende week. Heeft u nieuws, video, agenda, punten en wat al niet meer, bezoek onze websites en stuur uw informatie naar ons toe. Een fijne avond verder en veel kijkplezier. Hallo beste kijkers, jawel hoor, Loes heeft weer wat. Jullie denken, wat is dit nu weer? Dit is de videoopname die ik mijn telefoon heb gemaakt en doorgestuurd heb naar Loes. Wellicht is het een leuk idee om al uw kerstwensen en nieuwjaarswensen met de telefoon op te nemen en dan naar ons toe te sturen. Ze worden dan op de zondagavond uitgezonden via Bostion. En onder de inzendingen wordt dan een leuke prijs geloot. Dus mensen, ik roep u allemaal op om uw kerstboodschap of videoboodschap naar ons toe te sturen. Met uw kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Is... Fijne feestdagen allemaal en een gelukkig 2012. Degene die dit aangemeld heeft, hartelijk bedankt. Nou, heel graag gedaan. En dan wens ik u hele fijne kerstdagen. Ja, bij jullie ook. En een heel fijn en gelukkig 2012. Jij wist er zeker van. Dankjewel, geniet van de bloemen, zijn je gegund en hele fijne dagen. Ook zo. Dankjewel, hè. Feestdagen. Dankjewel. Hadden jullie ook blij feestdagen? Ja, dankjewel. Hetzelfde, hè. En Christo. Ja, dankjewel. En wij gaan weer verder, denk ik, hè. Ja. Ja. Kom nu. Jaar Loes. 20 jaar. 20 jaar Loes. 20 jaar Loes.
Nou, 20 jaar, 20 jaar Loes. 20 jaar Loes is 20 jaar. 20 jaar, 20 jaar Loes. Hiep hoi. 20 jaar Loes. 20 jaar Loes. 20 jaar Loes. 20 jaar, 20 jaar Loes. Over welk gilde gaan we vanavond praten? Gilde Sint Joris uit Haren. Gilde Sint Joris uit Haren. Daar zijn we weer. En vandaag is het een thuiswedstrijd. Want we zijn te gast bij het Sint Willibrordus Gilde van Beste S. Beste kijkers, we zijn op bezoek bij een ander gilde. En dit keer zijn we op de Schutsvei van Gilde Sint Joris in Helvoort. En ik heb drie heren hier bij me aan tafel van het Gilde Sint Joris. Beste kijkers, we zijn wederom in de gemeente Haren. En we zijn bij het Gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan. En dit keer is er een groot voltallig aantal leden aanwezig. We zijn momenteel te gast bij het Gilde van Sint Katrina en Barbara in de gemeente Haren. En